was een bekkenbouwer. Hè. Die kon zoveel dan bekkenbouwer. Hè. En dan overdrijf ik niet, hoor. Die bal aan de voet, die kon een bal van 20 meter zo, liet hem vallen in zijn nek, zal ik maar zeggen. Was een artiest. Hè. Centraal in de verdediging de onvergelijkbare Lorenzo Laurent Verbist, onvervangbaar. Daagde iedereen uit, maar op een sportieve manier. Hij kon ze belachelijk maken, Laurent Verbist. En er kwam niemand en dan ging hem zitten op een bal. En dat was ook Laurent Verbist. We gingen naar Luik spelen. En de eerste keer, hij stamde over de bal. En tegenaanval 1-0 voor Luik. En hij pakt die bal en hij zegt tegen iedereen, nu ga ik een goal maken. Hij pakt die bal in het midden, geeft een aftrap, die geven hem de bal. Hij dribbelt iedereen, keeper en alles. En voordat hij die bal binnenstampt, zet hij zijn voet op de bal en hij rijdt hem naar het volk voor te zeggen, heb je dat gezien? En dan stampt hij hem binnen. Laurent Verbist, je kunt dat niet uitleggen, die mensen. Dat was ongelooflijk. Laurent, hoe voelt je u? Wel, ik ben ongeveer 3 uur in een vliegtuig en ik ben reeds 3 uur ziek. Jij bent bij de zeemacht geweest, Laurent. Waart je daar ook altijd zeeziek? Nee, op zee ben ik nooit ziek geweest. Ik was namelijk de sterkste man van onze compagnie. We gaan dan naar 1964, naar een man die we nog allemaal missen. Anderlecht had Van Himst, Anderlecht had Churion, maar Anderlecht had ook Wilfried Puys en Laurent Verbist, twee Oostendenaars die te jong overleden. Puys was het prototype van de linksbuiten, een winger die technisch sterk was, snel en een onaanvolgbare voorzet in zijn gouden schoen had. En zo heb ik heel veel doelpunten op centers van hem gemaakt. Een vrijschop genomen door Puys en de effectbal was onhoudbaar, ook voor Nicolai. 2-1, er ontploften voetzoekers.